Officiële opening vandaag, maar het stroomt toch al een tijdje? Ja, wij zijn al sinds eind 2020 produceren wel stroom. En vorig jaar hebben we dus volledig jaar gedraaid. Ja, hoe is het gegaan tot nu toe? Ja, tot nu toe loopt het erg goed. Eigenlijk achteraf gezien heeft de hele voorbereiding is goed gegaan. Je hebt natuurlijk altijd wel wat dingetjes dat wat langer duurt, maar uiteindelijk is het allemaal vlot gegaan, Arno. Ja, klopt. Ja, maar jullie hebben natuurlijk een paar prachtige dagen. Ja, klopt. We hebben onze dagen voor 80% beschikbaar gesteld voor vingerbuurstroom en 20% voor eigen gebruik. Hoeveel zonnepanelen liggen erop? Totaal liggen er 2250 zonnepanelen op. En er zijn er 2000 bedoeld voor de coöperatie. Die zijn in de postcode roos ondergebracht. De aanliggende postcodes van de Vinkenbuurt, daar zijn de deelnemers uit voortgekomen. Ja, het leeft wel in de Vinkenbuurt. Zeker, Vinkenbuurt zelf ook heel veel deelnemers, maar ook de aanliggende kerngemeenten die doen ook mee. En die hebben ook goed meegedaan. Ja, er zijn nog wat daken vrij, nog plannen in de toekomst om er meer te leggen? We hebben dit plan succesvol afgerond. We kijken met anderen mee om te kijken naar iemand anders een initiatief wil opstarten. Daar ben we altijd behulpzaam voor om mee te denken van wat mogelijk is. Zelf hebben we nog niet nieuwe plannen opgestart. Mooier zo dan in een weiland, denk ik, hè? Ja, ja, bij ons is natuurlijk vanaf het begin met Art hebben we dat gesprek gevoerd van hoe kunnen we de Vinkenbuurt verduurzamer. Op een goede manier en zonder dat er zonnepanelen op de agrarische velden komen. Dat was voor mij als agrariër een doorn in het oog. En om dat te kunnen voorkomen, ja, dan kunnen we één ding dat doen, proberen mee te denken en een alternatief zoeken. En dat was bij ons op het dak. 2 jaar geleden toen was er natuurlijk een hele hype zonnepanelen op de velden. Toen werd er minder naar gekeken. Ik denk dat elke burger in Nederland wel een vermoeden krijgt. Als we nog meer zonnevelden op agrarische grond gaan brengen, dat onze voedselprijzen de komende jaren nog meer gaan stijgen. We hebben al een probleem met de broodprijzen in de winkel. Kan iedereen al zien dat die stijgen. Nou, als we nu nog meer zonnevelden in Nederland gaan leggen, dan gaan de broodprijzen nog meer omhoog. Energie natuurlijk enorm in. Je ziet ook overal windmolens. Heb je in Vinkenbuurt al een keer een Vinkenbuurt waait gedacht? Ja, in Vinkenbuurt hebben we persoonlijk voor ons eigen bedrijf nog nagekeken om een kleinere windmolen te plaatsen. Om te kijken wat dat voor ons bedrijf nog verder verduurzaamt om energie neutraal te worden. Als bedrijf zijn we nu 65% energie neutraal. En met zonnepanelen kun je ook haast niet verder komen als tussen de 60% en 70%. Omdat je toch bij de nacht en ochtend en andere met minder zon geen stroom hebt. Dus je zult een alternatief met wind kunnen aanvullen naar 75-80% voor ons eigen bedrijf. Dus een paar kleine windmolens zoals je die tegenwoordig veel vaker ziet in de toekomst, dat zou hier nog wel kunnen komen? Ja, absoluut. Dus als bedrijf zijn we naar kijken om dat proberen in te vullen om toch de verduurzaamheid. En de laatste 10%, 15% zal toch met opslag moeten gerealiseerd worden. En daar zijn ook nieuwe alternatieven, maar die zijn nog bij meerdere bedrijven in de kinderschoenen. Dus daar kijken we dan voor de volgende fase naar. Maar Vinkenbuurt stroomt, krijgt in de toekomst geen broertje of zusje Vinkenbuurt waard? Nog niet. Alles kan komen.